De provincie Friesland stelt 60.000 euro subsidie beschikbaar voor het extra beheer van weidevogels. De provincie stelt het geld beschikbaar onder de noemer Vliegende Euro's. Het is bedoeld voor de bescherming van de grutto, tureluur en akkervogels als de veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel en patrijs. Boeren kunnen tot 17 mei subsidie aanvragen voor de extra bescherming van nesten en jonge vogels op grasland. Er moeten er minimaal 5 grutto-nesten per deelnemend bedrijf zijn. De vergoeding voor nesten op grasland is 60 euro per nest.